Welkom bij het webinar Marketing for Accountants. Dit is de derde in een reeks van 4 inspirerende sessies rond marketing. Toegespitst op de specifieke uitdagingen waarmee u als boekhouder of belastingconsulent geconfronteerd wordt. De komende 45 minuten zal niet zozeer de theorie, maar echt wel de praktijk centraal staan. Heel wat accountantskantoren missen een doelgericht marketingplan. En dat is jammer, want zo laten ze heel wat kansen liggen. Kansen om nieuwe klanten aan te trekken en de relatie met hun huidig klantenbestand te versterken. Als volwaardig partner van accountants, niet alleen op het vlak van software, maar ook in andere domeinen, willen wij u hierin graag begeleiden. Ik ben dan ook zeer verheugd dat ik u aan experte Sarah van de Woude mag voorstellen. Zij is medezaakvoerder van Creactive, een marketingbureau uit Mechelen, gespecialiseerd in communicatie en marketing voor KMO's. Welke strategieën hebt u als accountant om nieuwe klanten aan te trekken? Welke tools gebruikt u daarvoor het best? En hoe kunt u de relatie met uw bestaand portfolio uitdiepen? Dat zijn de vragen die vandaag centraal staan. Het woord is aan jou, Sarah. Welkom bij het derde webinar in de reeks Marketing voor Accountants. Vandaag zoomen we in op het verbeteren van klantrelaties als accountant. Zoals de vorige keren is de chatfunctie bereikbaar gedurende het volledige webinar. De experts van Wolters Kluwer die zitten klaar om jouw vragen te beantwoorden. Dus aarzel niet bij de minste vraag. En wat we ook fijn vinden, is als je de voorbije webinars hebt bekeken en je bent aan de slag gegaan of je hebt daar bepaalde vragen over, dat je die ook even in de chat aan ons bezorgt. Zo kunnen we ook gedurende het webinar achter de schermen met jullie in interactie gaan. Nog even de context schetsen. Zoals ik zei, is dit het derde webinar in de reeks van 4. En de voorbije webinars die gingen over het verhaal, je eigen identiteit naar buiten brengen, het aantrekken van nieuwe klanten. En vandaag zoomen we dan in op hoe je als accountant je klantrelatie kan verbeteren. Na dit webinar volgt nog een vierde deel en dat gaat over het aantrekken van talent en het behouden van talentvolle medewerkers. Heb je één van de webinars gemist, dan is dat geen enkel probleem. Deze kun je ook altijd herbekijken. Dus heb je de link nodig, zet het eventjes in de chat en dan zorgen we daar uiteraard voor. Vandaag staat op het programma de klantreis. In marketingtermen noemen we dat de customer journey. We gaan stap voor stap te werk en ik zal jullie uitleggen wat een customer journey of een klantreis nu precies is, waarom het zo belangrijk is om die voor jezelf als accountant in kaart te brengen en hoe het proces in zijn werk gaat om een mooi resultaat te bekomen. We gaan stap voor stap inzoomen op de verschillende fases van de customer journey, hoe dat je daar automatisatietools kunt aanhangen, want ik hoor u al denken van neemt dat niet heel veel tijd en werk in beslag? Voor een stukje wel, zeker het denkwerk, maar daarna kun je heel efficiënt en optimaal gaan werken via allerhande automatisatietools. En dan uiteraard de theorie gaan toepassen in de praktijk, dat is het uitbouwen van uw eigen unieke customer journey. Beginnen bij het begin, zoals ik zei, en dat is, wat is een customer journey nu precies? Customer journey is de letterlijke vertaling voor de klantreis. Eigenlijk alle mogelijke contactmomenten die een klant heeft met u als accountant of met een van uw medewerkers. Alle mogelijke contactpunten, zowel online als offline, die worden in kaart gebracht. En dat gaan we doen vanuit het standpunt van de klant. Heel vaak in marketing denken we vanuit onszelf en we zeggen oké, wij sturen een mail naar de klant. Oké, we zorgen voor een e-mailtemplate, dat is een vriendelijke mail. We spreken de klant aan in de u-vorm of in de je-vorm en als we dan gaan posten op sociale media, dan is dat ook op die manier. Wij organiseren vaak al eens een informatiemoment over nieuwe wetgevingen en zo verder voor onze klanten en we denken vanuit ik als accountant. Hier, bij het in kaart brengen van de klantreis, nodig ik u uit om omgekeerd te denken. En om echt eens op de stoel van de klant te gaan zitten en te denken van oké, ik ben nu de klant en ik krijg als klant een mail van de accountant. Hoe komt die mail, die is uitgeschreven in de u-vorm, bij mij binnen? Misschien spreek je je klanten aan in de je-vorm en staat een mail in de u-vorm. Dus dat soort zaken ga je dan vanuit het standpunt van de klant bekijken. Waarom is
een customer journey of een klantreis nu zo belangrijk? Eigenlijk hoor ik het je al denken, ja, al die contactmomenten, die zijn een bepaalde vorm van het verder uitbouwen van de relatie met de klant. Het onderhouden van de klant, ervoor zorgen dat de klant zich steeds welkom blijft voelen, ook al is die 10 jaar klant, dat hij nog steeds dat VIP-gevoel van in het begin, toen hij heel veel tijd uittrok om met je klant aan tafel te zitten en om zijn of haar situatie in kaart te brengen, dat dat niet verloren gaat. Dat hij bij elke mail of een telefoontje, een live bezoek aan het kantoor, dat hij het gevoel heeft van, ik ben als klant belangrijk voor mijn accountant. Die vertrouwensrelatie wordt steeds verder opgebouwd. Dus dat is eigenlijk de reden om die customer journey zo goed mogelijk uit te werken vanuit het standpunt van de klant. Omdat de klant zich steeds op zijn gemak zou voelen, welkom zou voelen en heel graag ook trouwe klant blijft en uiteindelijk ook ambassadeur zal worden. In die customer journey zullen we zien dat als we zaken hebben uitgewerkt achter de schermen, dan denk je van goed, het is nu compleet, zo gaan we het uitvoeren. Maar een hele belangrijke is om ook een 3 tot 5 klanten te bevragen daarover. En even gewoon te polsen naar de ervaring van hoe komt een mail nu effectief binnen? Wat vind je van onze website? Hoe is het offerteproces in het begin verlopen bij jouw beste klant? Welke tips heb je? Zie je bepaalde blinde vlekken waarbij wij toch nog, ook al geeft de klant je een 8 op 10 of een 9 op 10, waar kunnen we nog enkele millimeters bijspringen om volledig aan je verwachtingen als klant te voldoen? En die input is goud waard. En als je die dan gaat vergelijken met wat je hebt uitgebouwd als klantenreis, dan ga je zien dat je daar ook nog echt soms in details nog kunt verfijnen om de nieuwe klanten die bij jou terechtkomen ook van A tot Z die volledige klantbeleving te gaan geven. Hoe begin je er nu aan? Wel, heel simpel. Breng als eerste in kaart welke verschillende klantcontactmomenten je vandaag al hebt. En noteer die gewoon eens. Of je neemt een whiteboard en je schrijft ze zo onder elkaar. Of je zet het in een Excel. Maakt niet uit. Maar elk klantcontactmoment is een moment waarbij een klant en jouw merk, dus jouw accountantskantoor, elkaar tegenkomen. En dat zit hem in de kleinste details. Als de klant bij jou de parking oprijdt en daar staat wel of geen wegwijzer van, als het wat moeilijker te vinden is, hier om de hoek kunt u parkeren, dat is al een eerste moment waarbij de klant een gevoel heeft ten opzichte van jouw accountantskantoor. Het kopje koffie dat wordt geserveerd. Hoe wordt het geserveerd? In welk kopje ligt het? Welk koekje ligt erbij? Welk suikerklontje ligt erbij? Dat zijn allemaal kleine details. En ook die zaken zijn klantcontactmomenten. Ik ga een persoonlijk voorbeeld geven. Een tijdje geleden bij mijn boekhouder kwam ik binnen en ik ging naar het toilet. En dat toilet, dat was een volledige beleving. Daar stond deodorant, daar stond zeep van de Rituals, daar stond ook voor de mannen deodorant, daar stond parfum, dat was zo, daar stonden zelfs make-up doekjes die klaar lagen van als de make-up zou uitgelopen zijn. Ik dacht, wow, dit is echt zo een extraatje om te zeggen, klant, voor ons ben je belangrijk, zelfs tot in het kleinste kamertje. Zonder dat dat uitgeschreven stond, maar dat gevoel had ik. En dat is echt een detail. Maar dat soort dingen kunnen echt het verschil maken voor jou als accountant in je relatie met je klanten. Dus, ik heb hier een praktisch voorbeeld gegeven van dingen die ik dacht. Dus dan zit ik bij het derde opsommingstekentje hier. Wat zijn de gedachten en de emotie in elke fase van die customer journey? Dus bij elk klantcontactmoment. Hier ga ik zo dadelijk dieper op in. De fases. Als je onderzoek gaat doen naar de fases van de customer journey, dan ga je soms 5 fases vinden. Er zijn modellen van 9 fases, 13 fases. Ik heb er hier nu, omdat het een eerste kennismaking is natuurlijk, heb ik er voor u een 6 uitgekozen waar ik dieper op zal ingaan. Tuurlijk, het is een model en ik nodig je uit om dit model ook toe te passen op jouw maat. Op maat van jou, van je klanten, van je kantoor. 6 verschillende fases die ik stap voor stap met u zal doorlopen. Nu, we gaan van suspect naar ambassadeur.
Een suspect, dat klinkt zo'n beetje crimineel, maar eigenlijk, in marketingtermen, betekent dat iemand die ervan verdacht wordt of iemand die in aanmerking komt om klant te worden bij uw organisatie, bij uw accountantskantoor. U hebt de oplossing voor zijn of haar probleem, maar ja, er is nog geen live contact geweest en u moet die suspect nog bereiken via allerhande kanalen. Een suspect wordt een prospect als die een potentiële klant wordt die ook echt interesse toont in uw producten of diensten. Een suspect is vaak nog niet op de hoogte van het feit dat hij van accountant moet veranderen of dat een accountant nu een andere rol opneemt, meer als adviseur. Die weet dat nog niet. Dus die moet nog bewust of in het proces van bewustwording worden gebracht door bijvoorbeeld sociale media, een infoavond en zo verder. En een prospect is dan iemand die zegt van, tja, mijn accountant of die accountant heeft gelijk, ik ga toch eens de telefoon nemen en ik ga die bellen. Dus er is een eerste contact, er is sprake van wederzijdse communicatie. Een prospect wordt een lead als er effectief een voorstel tot samenwerking op tafel ligt. En waarvan jij ook vindt van, ja, het is echt wel de moeite waard om tijd en energie te steken in het opbouwen van deze relatie, want er bestaat een grote kans tot samenwerking. Een lead wordt een klant, natuurlijk, als het samenwerkingscontract ondertekend is en als er sprake is van, laat ons zeggen, een aankoop of een eerste samenwerking. Dat is fijn, dan hebben we nieuwe klanten. En als ik eventjes terugdenk aan de voorbije webinars waarbij we het hebben gehad over de klantenpyramide, dan zie je onderaan de piramide stond suspect, dan opbouw naar prospect, naar lead en zo verder. En dit zijn de zaken waar we heel veel tijd in steken. Op zoek naar nieuwe leads, op zoek naar nieuwe klanten, aftoetsen in een kennismakingsgesprek of het ook een match is met uw accountantskantoor. Daar steken we veel tijd in. En waar vergeten we vaak tijd in te steken, dat is het proces om van klant naar loyale klant en naar ambassadeurs te gaan. En als je terugdenkt aan die klantenpyramide, dan zit net de succesformule zit hem net in tijd te steken of meer tijd te steken in bestaande klanten, om aan hen referrals te vragen, om een getuigenis te vragen, om hen te betrekken bij het op punt stellen van je customer journey, omdat je net daar tijd investeert in de relatie. Zodanig dat zij jou zo goed kennen dat ze een wandelend reclamebord voor je worden en dat loyale klanten en ambassadeurs ervoor zorgen dat die funnel van suspect, prospect, lead gevuld wordt door mond-aan-mond reclame. En ooit is dat gemeten dat mond-aan-mond reclame wereldwijd nog steeds het beste is. Alleen kunnen wij dat gaan bijsturen. Zowel online als offline kunnen wij ervoor zorgen dat die mond-aan-mond reclame, ja, dat je daar een strategie voor hebt en dat dat automatisch gaat lopen. Een loyale klant behoeft geen extra woorden, dat is gewoon een trouwe klant. En een ambassadeur is net die trouwe klant die een wandelend reclamebord is voor uw dienst, product, de oplossing en die moedigt nieuwe mensen aan in zijn of haar netwerk om contact op te nemen met uw accountantskantoor. Oké, we gaan wat dieper inzoomen op de verschillende fases. Nu, die suspect. Als we dieper gaan graven, dan moeten we trachten de verborgen behoefte van die suspect aan te wakkeren. Die hoort via uw kantoor, via sociale media, via mensen die over u praten, maar eigenlijk niet zozeer over het kantoor zelf praten, maar over de expertise die uw kantoor naar buiten brengt. En daar zijn verhalen voor nodig. Echte verhalen van ondernemers. Een ondernemer die vertelt van, kijk, ik zat in een situatie, ik begon als zelfstandige, ik zocht een boekhouder en ik was aan het googlen en ik ben bij de eerste, de beste boekhouder terechtgekomen. Maar eigenlijk merkte ik kreeg geen advies en ik betaalde zoveel belastingen en het lukte mij niet. En ja, ik dacht, goh, ik moet toch ergens misschien van boekhouder veranderen, maar ik dacht, ik ken er niks van en ik bleef erbij. Daarna kwam ik door een uitnodiging van een infoavond van een bevriende kennis, kwam ik terecht bij boekhouder B. En daar
kreeg ik te horen dat ik eigenlijk dat de zaken die mijn oorspronkelijke boekhouder aan mij deed, dat totaal niet conform de wetgeving was. Dus ben ik veranderd en nu ben ik super tevreden, want ik word betrokken in bepaalde processen en ik voel me als een echte, niet meer als een nummer behandeld, maar als een echte volwaardige klant. Mijn boekhouder denkt met mij mee. Dat is een verhaal. En het is door die verhalen naar buiten te brengen, waarbij anderen over uw expertise gaan praten, waarbij je zelf ook tips gaat meegeven naar klanten of prospects, suspects, mensen die nog geen klant zijn, dat mensen een eerste ervaring hebben met u als accountantskantoor. Dus dan gaat het niet over uzelf, maar over de expertise die u hebt om klanten te helpen. En die verhalen, ja, ook een uitnodiging. Denk er eens over na, wat voor verhalen waarbij we onze expertise tonen, kunnen we naar buiten gaan brengen. Nu, de prospect die heeft door dat hij inderdaad een concrete behoefte heeft om een nieuwe boekhouder te gaan zoeken. Dus die concrete behoefte, aangewakkerd door verhalen, zoals ik daarnet heb verteld, herkenbare verhalen voor ondernemers, als het delen van uw expertise naar de buitenwereld toe, zorgt ervoor dat die behoefte steeds meer wordt aangewakkerd. En dat vormt het standpunt voor die prospect om op zoek te gaan naar een nieuwe accountant. Nu, het online gebeuren kun je zien als een geschenk. Je kunt het ook zien als extra tijd en extra werk en zo verder. Maar eigenlijk is het een gratis geschenk dat ons wordt aangeboden om ervoor te zorgen dat we onszelf zichtbaar naar buiten gaan brengen. Want als ik nu vandaag een aanbeveling doe, over een goede accountant bijvoorbeeld, heel vaak gaat mijn contactpersoon dan zelf ook eens op Google gaan kijken. Oké, wie is die accountant? Wat zijn die verhalen? Mensen zoeken meer en meer bevestiging. Omdat er ook een overload aan informatie vandaag is. Omdat je gemakkelijk een vraag kan stellen in een forum bijvoorbeeld en tientallen antwoorden binnenkrijgt. Dus om het zoekproces van de prospect te vergemakkelijken, is het ook belangrijk dat we online aanwezig zijn. En als mensen gaan zoeken in Google, ja, dat we daar zichtbaar zijn. En dat mensen ook een bevestiging krijgen van het verhaal dat ze hebben gehoord van hun kennis. Nu, hoe kunnen we nu van waarde zijn door die verhalen, die content, ook heel veel waarde te gaan geven, waardoor dat mensen die expertise gaan voelen? Meer en meer wordt er via sociale media wordt er om meningen gevraagd, om ervaringen gevraagd, zowel met producten, maar ook als diensten. We hebben gemerkt, zeker het afgelopen jaar, dat er heel wat groepen waarin gelijkgestemde ondernemers zich gaan verenigen op Facebook en op LinkedIn aanwezig zijn. En vooral op Facebook. Je zou verwachten in een zakelijke wereld, in een B2B-context, dat dat vooral op LinkedIn zou zijn. Maar we hebben gemerkt dat de ondernemersgroepen waarin vragen worden gesteld naar onder andere een goede accountant, dat die op Facebook wel te vinden zijn. Als je eens gaat zoeken, dan ga je groepen vinden zoals ondernemers voor ondernemers, durf te vragen zelfstandige België, ondernemers die elkaar helpen in tijden van corona, dat soort dingen. En zoek eens op de term boekhouder of accountant en u zult ervan versteld staan hoeveel vragen er daar worden gesteld en hoeveel aanbevelingen er ook worden gegeven. Dus als mensen dan typen welke accountant ze voorstellen, dan gaan ze ook vaak je website daarin vermelden. Of de Facebookpagina van uw kantoor of de LinkedIn-pagina. Dus zorg er dan ook voor dat die zaken eenmalig eens goed op punt worden gezet, zodanig dat de online uitstraling de bevestiging is van de aanbeveling die nieuwe prospects gaan krijgen uit hun netwerk. Verder zijn er ook, en dat bestaat al langer, buiten die LinkedIn-groepen en Facebook-groepen, zijn er ook heel wat fora en discussiegroepen om ervaringen uit te wisselen. Onafhankelijke websites en blogs die producten en diensten met elkaar vergelijken. Reviews die je kan vinden, zoals Google Reviews bijvoorbeeld. En ook offline op netwerkevents wordt er gepraat over uw accountantskantoor. De lead. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de lead ook nog steeds een optimale beleving, een optimale customer journey kan ervaren bij u? Je zou er niet aan denken, maar de manier waarop je een offerte uitstuurt.
Enerzijds, hoe ziet het document eruit? Is dat overzichtelijk? In welke taal wordt er gesproken? Je vorm of uw vorm? De begeleidende mail die daarbij zit? Het begeleidende telefoontje om de offerte op te volgen? Wat is de beleving van de klant daarin? Is dat optimaal op elkaar afgestemd? Of zijn er enkele zaken die nog kunnen bijgestuurd worden? Het begeleidende tekstje bij een factuur bijvoorbeeld, zeer belangrijk. Dus dat soort zaken zit daar diezelfde lijn in. Hiervoor koppel ik ook graag terug naar webinar 1 in deze reeks. Als je daar nog meer details over wil, leg ik het proces daar grondig in uit. En natuurlijk, als er dan nieuwe prospects binnenkomen waar een offerte naartoe kan gestuurd worden, is het ook belangrijk om als accountant achter de schermen al deze contacten bij te houden in een CRM-systeem. CRM-systeem, klantencontact, aanmaken van een deal, alle offertes die staan erbij, de facturen die gekoppeld zijn aan een offerte, makkelijk op te volgen. Is de factuur niet betaald, kun je heel gemakkelijk zelf een automatisch mailtje laten uitsturen. Je hebt een overzicht van alle deals die nog lopende zijn. En als je opeens merkt van, tja, we hebben hier, vroeger hadden we 90% van alle offertes die we uitstuurden, dat werd goedgekeurd. Vandaag is dat nog maar 60%. Kun je ook daar aan de hand van de data in je CRM-systeem gemakkelijk gaan kijken wat het er misloopt of waar dat je kan gaan bijsturen. En natuurlijk, ja, dit is één, het CRM-systeem dat je hebt, is één van de automatisatietools die je kan koppelen aan je uitgeschreven customer journey om het werk voor jezelf makkelijker te maken, om efficiënter te gaan werken. Want als u en uw team minder tijd moet besteden aan administratie, dan is er natuurlijk meer tijd over om net aan die klantenrelatie te gaan werken. Ook in de koopfase, als de deal gesloten is, verkrijgt u heel veel gegevens van de klant. Altijd bijkomende gegevens. Naam, adres, e-mail, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook de verjaardag van een persoon. Of als je te horen krijgt van iemand heeft een babytje gekregen bijvoorbeeld, of je hoort van iemand is zwanger en je weet ongeveer de uitgerekende datum, dan kun je dat ook in je CRM-systeem gaan vermelden, dat er op een bepaalde dag een cadeautje moet verstuurd worden of een persoonlijk verjaardagskaartje. En dat is ook net weer die beleving sterker gaan maken in de klantrelatie. Als we gaan naar de fase van loyale klant en ambassadeur, dan hebben we verschillende soorten van loyaliteit. En je hebt een functionele loyaliteit, zou je kunnen zeggen. En dat is dan aan de diensten en de resultaten die je levert als accountant. Maar er is zeker ook sprake van een emotionele loyaliteit. In de customer journey heel belangrijk. Dus mensen die zijn trouw aan de mensen die hen bedienen natuurlijk. Dus dat kan zijn dat men kiest voor u vanuit uzelf als accountant, omdat je daar een goede relatie mee hebt. Het kan ook zijn dat mensen kiezen voor een bepaalde medewerker om klant bij u te worden. En daar ook het verhaal achter het kantoor, de expertise achter het kantoor, bevordert de emotionele loyaliteit. Nu, die loyale klanten, je hebt er wel een gevoel van dat je weet van, via die persoon krijgen we al wel eens een lead binnen, of die is al zoveel jaren klant, maar we vergeten er altijd. Dus ook daar, in je CRM-systeem, is het ook handig om bijvoorbeeld een bepaalde tag bij een klantenfiche te gaan plaatsen, waarbij je zelf kan zeggen van, dit is een loyale klant, en dan een lijst trekken van alle klanten met de tag loyale klant, om daar dan eens iets extra voor te doen bijvoorbeeld. Om wat meer te investeren als je gaat naar het jaarlijkse relatiegeschenk van net een tikkeltje meer te doen. Of aan die loyale klanten ook het relatiegeschenk met nieuwjaar persoonlijk te gaan afgeven, om net de overstap naar ambassadeur te gaan bevorderen. En een ambassadeur is dan echt iemand dat je kan vergelijken met een wandelend reclamebord, die ook moeite doet om het woord te verspreiden voor u, die dat ook niet erg vindt, die dat met alle plezier doet en die nieuwe klanten aanbrengt. We hebben de voorbije webinars al heel vaak over marketing gesproken, ook vaak de brug naar sales gemaakt, als we het hebben over een CRM-systeem, een offerte, onze inspanningen die we doen vanuit de marketingkant. Ja, het draait natuurlijk om klanten hebben, om geld dat moet binnenkomen. Dus sales en marketing zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar
dat we meer en meer spreken over smarketing. Dus sales en marketing zie je als één kloppend geheel. En de combinatie van je customer journey, hè, customer journey is dan vooral marketinggericht, en je CRM zou je kunnen zien als de backup van je customer journey. Eigenlijk de, ja, het achterliggende systeem om daar marketing en vanuit CRM en opvolging de sales mooi met elkaar te verbinden. We gaan nog wat dieper inzoomen op verschillende automatisatietools als je het volledige denkwerk van de customer journey hebt gedaan. Eigenlijk in die customer journey is het van onze kant belangrijk om in elke fase de klant op de hoogte te houden. Vanaf de fase van suspect, hè, ik heb gesproken van content marketing. Dus mensen horen over jou via blogs, via een nieuwsbrief, via een infoavond. Dus je gaat je expertise naar buiten gaan brengen via content marketing. En dat is niet alleen online, maar uiteraard ook offline. Ik heb al gesproken over bepaalde netwerkevents waar je aanwezig kan zijn. Als spreker bijvoorbeeld. Zelf een infoavond organiseren over nieuwe ontwikkelingen die belangrijk zijn voor je klanten. Ook op sociale media tips en tricks gaan delen. Deelnemen aan discussiefora, kijken in die Facebookgroep bijvoorbeeld welke vragen er worden gesteld. En jouw antwoord vanuit expertise is een onderdeel van je content marketing strategie. Om niet alleen suspects te gaan informeren, maar ook om als de suspect in de fase zit van prospect of bevestiging zoekt van ga ik nu in zee met deze accountant of niet als lead, dat je daar de mensen blijft informeren. En mensen die al langer klant zijn, ja, die hebben soms andere behoeften dan een suspect of een prospect. Dus kijk ook eens even als je mails gaat uitsturen met bepaalde content of updates in. Via je CRM kun je ook makkelijk gaan segmenteren. Loyale klanten die krijgen bijvoorbeeld een andere mail met andere content, waarbij je iets informeler gaat schrijven dan nieuwe klanten. Bijvoorbeeld die nog overtuigd moeten worden van de meerwaarde en je ja, onderscheidend vermogen als accountant. Het verjaardagskaartje is hier al aan bod gekomen. Kijk eens even in je customer journey vanaf wanneer gaan wij een verjaardagskaartje sturen. Doen we dat bijvoorbeeld ook naar deals die nog lopende zijn of doen we dat pas als mensen klant zijn? Vraag ook zeker voor reviews. Op sociale media, op Google, zet reviews op je website zodanig dat iemand die in de leadfase zit of in de prospectfase, dat die daar ook door het woord van je eigen klanten, loyale klanten, ambassadeurs, ook online die bevestiging meekrijgt, dat die bij jou moet zijn. En persoonlijke e-mailmarketing, dat heb ik zo net al even vermeld. Andere content sturen naar ambassadeurs bijvoorbeeld, die worden uitgenodigd voor die gratis worden uitgenodigd voor een infoavond, omdat ze ambassadeur zijn. En prospect bijvoorbeeld, dat die nog iets dienen te betalen. En dat is dan een andere soort van content. Ik heb heel veel verteld. En ik nodig je uit om nu zelf de koe bij de horens te vatten en aan de slag te gaan met het uitwerken van uw unieke customer journey. Er zijn heel wat modellen, er zijn heel wat voorbeelden. Ik kan hier nog uren over spreken, maar hou het vooral simpel en werkbaar voor u als accountantskantoor. Weet dat geen enkele customer journey dezelfde is. Ik kan een model van het internet gaan plukken, ik kan ermee aan de slag gaan, maar daar moet over nagedacht worden, strategisch over samengezeten worden. En elke fase van die klantreis, zie die als even belangrijk. Breng je customer journey dan ook zelf in kaart. Betrek je team erbij. Vraag eventueel externe hulp om de processen te begeleiden. Maar betrek je team en ook je klanten erbij. En onderzoek eens even in welke klantencontacten die er vandaag zijn, waar er verbetering mogelijk is. Ook al zit het in dat kleinste detail, zoals het suikerklontje bij de koffie, een bordje zetten van welkom, fijn dat je er bent op de PowerPoint-presentatie als mensen in je kantoor komen. Al die zaken die kunnen bijdragen aan die langdurige en waardevolle klantenrelaties. Met het ultieme doel, het werk voor u vergemakkelijken en zorgen dat die relatie zodanig sterk is met uw klanten, dat ze ambassadeur worden en zelf weer gaan zorgen voor het invullen van die funnel van suspect, prospect, lead en zo verder.
We ronden af met een checklist. Hoe ga je nu praktisch aan de slag? 1. Kijk eens even naar je eigen klanten, hè, en zet jezelf in de positie van ik ben nu de klant. En ik kijk eens welke klantcontactmomenten ik heb met mezelf als accountantskantoor. En je brengt die in kaart, je schrijft die op. Vraag daarna, ik heb hier gezet minstens 10 klanten, hè, want als ik zeg 3 of 5, dan worden dat er 1 of 2. Maar eigenlijk 3 tot 5, daar ga je al heel veel informatie uit kunnen halen. Maar bevraag een aantal klanten via enquêtes, maar liefst telefonisch. Ga met hen in gesprek. Vanuit het standpunt van ik, de klant, breng je dan ook die optimalisaties aan in die customer journey. En uiteraard ook kijken of dat het CRM-systeem dan ook volledig op punt staat. Hè. Zijn daar nog zaken die aangepast moeten worden bij het uittekenen van je customer journey? Want weet, je CRM-systeem is eigenlijk je backup van je customer journey. En samen vormen die twee sales marketing, smarketing. Heb je nog vragen? Ik blijf hier nog even. De experts van Wolters Kluwer die zitten ook nog steeds klaar om je vragen te beantwoorden. Typ vragen, hoe klein ook, in de chat. Weet, deze vragen komen enkel bij ons terecht achter de schermen, worden niet gedeeld en uw vragen worden dan ook persoonlijk beantwoord. U weet ook dat de webinars die u hebt gemist, dat u die nog steeds kunt herbekijken. Via de link. De link zal ook ergens gedeeld worden hier. En ook daar zijn er nog vragen over. Neem gerust contact op met ons en met mij of met Wolters Kluwer achteraf om die vragen beantwoord te zien. Ik wens u alvast heel veel succes bij het implementeren van de Customer Journey, het aanpassen van je CRM. En we zien elkaar terug bij webinar 4. Bedankt Sarah voor deze heldere uitleg. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het 3e webinar Marketing voor Accountants. Hebt u nog vragen? De chat die blijft nog een half uurtje open en profiteer daar dus van. U kunt alle sessies trouwens herbekijken op ons YouTube-kanaal. Tot binnenkort.